We wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd ging worden tegen een toch toonaangevende ploegen. Ik denk eerst zelf dat het gelijk opging, dat we zeker gelijke tred hielden. En dat de beste kansen voor ons waren eerst zelf. Zij krijgen één kans en ze scoren en dan gaat er met 0-1 de rust in. Terwijl het 1-0 had moeten zijn. Een bal op de lat, verspeten alleen voor doel. En dan hebben we gevraagd om toch iets meer diepgang te brengen. En dan komen we denk ik verdiend op 1-1. En dan is het een wedstrijd die alle kanten uit kan. En het verschil is de doeltreffenheid, denk ik. Efficiëntie. Elke bal die zij trappen is tussen de palen. En dat was heel duidelijk. En ja, het is zuur om zo de wedstrijd te moeten verliezen. Natuurlijk, de eerste goal geven ook heel gemakkelijk weg. Een bal lateraal in het middenveld die dan meegepikt wordt. Dat zijn fouten op dit niveau die afgestraft worden. Punt uit. En ik denk dat we zeker verdienen om een gelijk spel te hebben. Maar daar koopt er natuurlijk niks mee. Dus ik denk op vlak van efficiëntie dat we wel een lesje gehad hebben. Nu, ik denk vooral in het begin van de wedstrijd, ook in hier en daar eigenlijk een paar slordigheden. Want er was redelijk wat balverlies. Hè? Ja, inderdaad, maar het was ook een tactische wedstrijd. Zeker de eerste helft. Een gesloten wedstrijd. Dus wij speelden ook met 3 centrale middenvelders. Waarom dat ze toch niet echt kansen kregen. En wij proberen dan via snelle uitbraken. We speelden dat niet echt goed uit. Maar ik zeg het, de eerste helft hebben we de betere kansen gehad. En dan moet het afmaken en dan moeten we met voorsprong de rust in gaan. En dan moeten zij komen en dan kunnen wij counteren. En nu moesten we zelf in de achtervolging. We hebben dat goed gedaan, maar kwam het toch iets te kort. Ja, die rust heeft jullie goed gedaan. Want vrij kort na de rust staat wel degelijk die 1-1 op het scorebord. Ja, ik denk zeker verdiend en we verdienen vandaag zeker een punt. Maar daar koopt er natuurlijk niks mee. Hè. In deze reeks is efficiënt zijn superbelangrijk. In vierde klasse kun je 7-8 kansen krijgen. Hier krijg je er 3 en dan moeten ze binnen. En dat is het verschil tussen Winkel en Sint-Niklaas. Want voetballers hebben zeker de evenknie van Winkel. En dat zullen we van veel ploegen zijn. Maar we moeten efficiënter zijn.